Lieve Linda TV-kijkers, ik ben Fidan Ekies en dit zijn mijn 25 favorieten. Oh, dat mag ook. Dan moet ik even denken. Oh, ik ben wel iemand die heel erg na gaat denken. Is dat erg? Instagram, omdat ik daar vrolijk van word. En ik heb dat wel een beetje nodig. Dat klinkt dus ook heel depressief. Southern Comfort heb ik in Rusland, in Moskou onlangs ontdekt. James Salter, bij een koffiezetapparaat. Nee. Met film kan je gewoon, you can't miss. Mess with movies, want dat zijn er gewoon te veel. Maar als ik dan toch moet kiezen, zeg ik altijd, dan toch The Godfather. Familielid. Ik ben Turks, hè. Dan ga je niet mijn moeder, denk ik. De verzoening van Frank Boeien. Het was een onbekende weg die ik heb afgelegd. Al licht op zoek naar het donker. Rechtsbuiten? Is dat een standje? Ik denk mijn armen, ja. Een tackle, de tackle van... Die van Jajans en de Kinderen, die vind ik lief. Bistro Dubak. Ik ben op dit moment enorm fan van Graham Norton. Echt, humor vind ik heel belangrijk. Mante van mijn moeder. Dat is eigenlijk ravioli met stukjes ravioli met gehakt erin. En yoghurtsaus met knoflook eroverheen. En daar komt dan nog een beetje sambal met tomatensaus. De Donkere Kamer van Damocles. Sigaretten. Erdogan. Honestly, heb ik niet. Lente, Judy Dench. Zeg je het heel snel, Judy Dench. Hagelslag. Narciso Rodriguez. Narciso, ik weet ook helemaal niet hoe je het uitspreekt. Narciso Rodriguez? Je hoort de klok luiden, maar je weet niet waar de klepel hangt. Ja, dat ik wel een sterke vrouw ben. YouPorn. Bambi. Dit is mijn betere kant. Dus dan zo. En dan heb ik onlangs geleerd, echt heel schandalig, dat je ook via hier kan drukken. Dus wat ik altijd doe, is heel erg ingewikkeld met die vinger dan proberen. Dus meestal moet ik er 100 maken voordat ik hem heb. Dit is wel goed licht trouwens.